Nee. Ja, niet maar te... ik zat even te denken. Ik kan over... het denk ik niet. Een man die is bij de Lidl en die wil zijn auto kwijt. Die rijdt in de ronde en nog in de ronde. En hij denkt, er gaat net een auto weg. Nou nee, die komt net, godverdorie. En je ziet op een gegeven moment alleen nog maar een invalide plaats. En nou, dus hij denkt, ja, kom maar eens, ik zet hem daar even neer. Dus hij zet hem daar neer. Komt meteen een vrouwtje, komt naar hem toe. En die zegt, meneer, heeft u het gezien? U staat op een invalide plaats. Ja, zegt hij, dat klopt. Hij zegt, maar u weet toch helemaal niet of ik wel of niet invalide ben? En die vrouw zegt, nou, volgens mij bent u niet invalide. Nou, hij zegt, ik ben wel invalide. En wat heeft u dan? Hij zegt, Gilles de La Tourette, oude smerige kreupele pleurenzoer. Pak jij je weer-app er eens erbij? Pak er even kijken, erbij. Welke weer-app heb jij? Ik heb... Winnepro. Ja, die heb ik ook. Oh, dan pak ik even buienalarm. 30 graden hoor, ja, jongens. Ik heb 29. Ik heb 30 staan. Ja. 30 graden. Brengt ze wel eens mee. Heerlijk. En thuis? Kijk eens hoe thuis... Dat staat... Min 10. Vanochtend kwamen we te spreken over het luchtalarm dat gisteren afging. En jij deed... Nou, je luistert even mee. Weet je wat, dat gaat op maandag hadden we het luchtalarm. Nou, ik vind dat bij benadering. Is helemaal niet slecht, nee, toch? Vooral nee. Dat einde. Ja, ja, zo meteen hebben we Lindo. Laten we heel even de voicemail uitluisteren. Ja. Kijken wat daar voor berichten op binnen zijn gekomen. Ja. Even kijken. Het zal wel vol staan. Er zijn geen nieuwe berichten. Oh. Om oude berichten te luisteren, toets 1. Nee, oh, om nee, alle ja. berichten van Henny Huisman te verwijderen. Denken jullie daar wel eens over na? Over, ja, wil je begraven worden? Ik heb aardig geregeld. Maar heb jij het met je gezin besproken? Van, ik, joh, als, ik heb doorgegeven welke muziek ik wil hebben. Ik heb serieus? Ik heb een, gewoon een... Jij bent ook de man van de muziek. Ja, je bent, die ja, ja, natuurlijk je eigen playlist gemaakt. Begrafenispolis, alles wordt betaald gewoon. En wil je verbrand worden? Of wil je begraven verbrand. Worden? Verbrand of wil je, zo, dan ga je op de stapel, man. Ja, dat is toch ook zo. Gecremeerd. Ja, maar wel goed, echt wat deze anders. Ga je de fik in. Of doe je... doe je voor de wetenschap? Of doe je, wat heb je te ja, doen? Resumeren. Dan ga je het op laten lossen. Of wil je het ja, aan je nabestaanden dus overlaten? Ik denk wel dat de wetenschap, die zou een gat in de lucht springen. Ik is wel interessant. Ja, jouw ik darmen. Mijn darmen. We hebben nu iets binnengekregen. Ja. Mijn dochter voetbalt, hè? Ja. Al 6, 7, 8 jaar, denk ik. En eigenlijk ben ik al sinds het begin de vaste vlagger. Dus altijd in de groep, ze hebben dan een van de ouders vlaggen. Ja, en er wordt, weet je, er reageert nooit iemand. Want ze weten dat jij de dus vaste ik, vlagger dus bent. Ik, altijd, ja hoor, ik vlag. Ja. Wij spelen afgelopen donderdag, is er nog een oefenwedstrijdje. Wie wil de vlaggen? Oh ja. Nou, dus niemand reageert. Ik zeg, ik vlag wel. Nou, regenen. Niet normaal. Dus ik stond nog in die zijkregen. Door weer en wind. Het vlaggetje was ook een beetje gekrompen. Oh ja. Oh ja. Maar goed, dat oh. maakt niet uit. Nee, want ik zei nog, normaal je staat daar voor de kinderen. Ik zeg, normaal staat dat vlaggetje is echt een stuk groter. Maar het is nu een klein vlaggetje. Ja, ja. Dus, een soort, dus afgelopen zaterdag, ik kom aan en ik zie de trainer, de leider, weet je wel. Ik zeg, mooi weer ook. Mooi weer. Heerlijk. Ik had mijn sportschoentjes aan, weet je wel. Ik zag er gewoon goed uit. Ik had klein trainingskampje gedaan. Dus ik zeg tegen die trainer, ik moet zeker weer vlaggen. En hij draait zich om en zegt, nee. André doet het. Nee. Wat? Nee. Ik was zo verbaasd. Ik denk, ik heb 7 jaar bij maakt niet uit. Leeft André nog? En André... In de blubber, in de regen, in de sneeuw, in de kou, in de hitte. Ik had direct een hekel aan André. Ik ben achter hem gaan staan. Schaduwvlag. En de hele tijd, weet je wel, ging die link. Nee joh! Wel mee man, we zitten totaal na. Nee, schijt, hij pikt schijt. Maar zou je eventueel ergens anders willen vlaggen? Ja hoor. Bij een andere club? Ja. Nou, ik wil niet al te hoog, dus ik dacht eigenlijk bij FC Utrecht.